vind het wel leuk als ik 's morgens toekom dat ik eigenlijk niet weet hoe mijn dag eruit ziet. Mijn voornaamste taken zijn eigenlijk een assortiment bepalen en daaraan de juiste condities en marges linken. En mee zijn met innovaties dat we eigenlijk de markt een beetje kunnen volgen. Hallo, mijn Charlotte. Het unieke, denk ik, aan Retail Partners Colruyt Groep is, is dat wij voor verschillende enseignes werken. Dus zowel voor een Spar, voor Alvo, Minimarket als vrije klanten. Allee, ons enkel focussen op zelfstandigen. Ja. Momenteel zijn we bezig met een assortimentsoefening. Dat doen we eigenlijk om een Retail Partners assortiment samen te stellen, terwijl we nu een Spar assortiment hebben en een Alvo assortiment. En daar zijn we dus eigenlijk gaan kijken, buiten Spar en Alvo, ook op de markt gaan kijken, wat hebben onze concurrenten en wat hebben we nog nodig om een ideaal totaal assortiment aan te bieden aan onze zelfstandigen en zo aan de consument. Het voordeel dat ze nu samen in één distributie gaan zitten zijn eigenlijk een beetje schaalvoordelen dat we grotere hoeveelheden gaan kunnen bestellen. Terwijl ze vroeger op twee plaatsen moesten gaan leveren, gaan ze nu nog maar op één plaats moeten leveren. Een grote gelijkenis tussen Spar en Alvo is eigenlijk dat we het beste aanbod willen hebben voor onze consumenten en onze consumenten dag in dag uit tevreden stellen. Ik ben eigenlijk wel fier dat ik mee kan beslissen wat er in de rekken komt. Ik denk dat de naamsverandering beter aansluit bij wat we juist doen. Vroeger was het Spar Retail en verwees het veel meer naar Spar. Terwijl wij eigenlijk toen ook al van alle dingen deden voor Alvo, Minimarket en onze vrije klanten. En Retail Partners Colruyt Groep eigenlijk overkoepelt het geheel. Maar ik vind het eigenlijk wel een goede keuze. Het sluit veel beter aan bij wat we doen en minder die focus op Spar, maar op het geheel van wat we doen. 3, 2, 1. Lachen.